De functie snelheidswaarschuwing met verkeersbordherkenning gebruikt voornamelijk de gegevens van de camera op de voorruit, achter de achteruitkijkspiegel, om snelheidsaanduidingen te detecteren en de wettelijke maximumsnelheid te tonen op het instrumentenpaneel. Het systeem gebruikt ook gegevens van het navigatiesysteem als de auto hiermee is uitgerust. Wanneer het systeem een bord detecteert met een maximumsnelheid of een soortgelijk bord, worden deze getoond op het instrumentenpaneel. Als u de maximumsnelheid overschrijdt, knippert de cirkel rond het bord en wordt deze weergegeven op het instrumentenpaneel om u aan te manen langzamer te rijden. Ook wanneer de snelheidsbegrenzer, snelheidsregelaar of alternatieve snelheidsregelaar aan zijn, kunt u op deze knop drukken om de ingestelde snelheidslimiet aan te passen en zo rekening te houden met de op de verkeersborden waargenomen snelheden. Als u in een land rijdt met een ander meeteenhedensysteem, ziet u de omgerekende gelijkwaardige snelheidslimiet weergegeven op het instrumentenpaneel met behulp van gegevens uit het navigatiesysteem. In landen waar de snelheidslimiet alleen geldt op sommige wegen terwijl het regent, kan het systeem de gelimiteerde snelheid aanpassen zodra de ruitenwissers op de voorruit een paar seconden geactiveerd zijn. Om verkeersbordherkenning aan te zetten, gaat u naar het gedeelte Voertuig in het centrale Open R-Link scherm en selecteert u Rijhulpmiddelen. Open het menu Snelheid aanpassen en selecteer snelheidslimieten weergeven. Schuif uw vinger over het scherm om het verschil tussen de snelheidslimiet en de alarmtrigger aan te passen. Als de auto is uitgerust met de adaptieve snelheidsregelaar, kunt u deze functie gecombineerd gebruiken met het systeem voor vroege herkenning van verkeersborden. Het systeem maakt dan gebruik van verbonden kaartgegevens vanuit het navigatiesysteem in combinatie met cameragegevens om te anticiperen op veranderingen in de snelheidslimiet. Uw rijsnelheid verandert dus geleidelijk ter aanpassing aan de wettelijke snelheidslimiet zonder dat u iets hoeft te doen. Selecteer Wegprofiel in het menu Adaptieve snelheidsregelaar om vroege herkenning van de streep op de weg voor u aan te zetten. Het systeem gebruikt verbonden kaartgegevens voor het anticiperen op en automatisch regelen van wijzigingen in de voertuigsnelheid als er een rotonde of een bocht in de weg aankomt. Voor een juiste werking van het systeem is het belangrijk dat de camera niet het zicht wordt ontnomen door vuil zoals modder of sneeuw. In bepaalde omstandigheden, zoals bij slecht zicht, of wanneer borden niet goed leesbaar, beschadigd of slecht geplaatst zijn, is de functie soms tijdelijk niet beschikbaar. Het inschakelen van de snelheidswaarschuwing met verkeersbordherkenning is geen reden om minder alert te zijn tijdens het rijden. Let altijd goed op de verkeersomstandigheden en uw omgeving.